Bedankt voor de uitnodiging voor vandaag. Ik ga het inderdaad hebben over de patiënt als partner en zeker ook op vlak van medicatie. Misschien nog heel kort, als Vlaams Patiëntenplatform overkoepelen wij op dit moment 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen. We zijn onafhankelijk, wat wil zeggen dat wij enkel financiële middelen willen ontvangen van de overheid, dus niet van de farmaceutische industrie of ook niet van andere stakeholders in het gezondheidsbeleid. Algemene belangenbehartiging, wij gaan om de 5 jaar langs bij elk van onze patiëntenverenigingen aan huis, bij wijze van spreken, om te horen wat de noden en de knelpunten zijn van de patiënten in hun patiëntenvereniging. Om dan ook daarna op het Vlaams Patiëntenplatform in werkgroepen, op denkdagen en zo verder, samen met hen ook te kijken van hoe gaan we nu met al die noden en knelpunten nu samen aan de slag en wat zijn de oplossingen die patiënten zelf ook hier rond voorstellen. Belangrijke thema's waar we rond werken, patiëntenrechten, werk, verzekeringen, medicatie, kinderen, kwaliteit, e-health ook een belangrijk thema en het lijstje is ook nog niet volledig af. Onze Franstalige tegenhanger gaan jullie straks deze namiddag in het debat ook tegenkomen, Laluus. Wij werken op een gelijkaardige manier, komen ook heel goed overeen, stemmen ook heel goed af en komen elkaar ook heel regelmatig tegen in de verschillende adviesorganen waar wij samen ook de stem van de patiënt zo goed mogelijk proberen te laten horen. Nu, als het gaat dan over de patiënt en medicatie, dan ga ik vandaag eigenlijk minder inzoomen op het microniveau. Het microniveau, de patiënt individueel met zijn zorgverlener en daar eigenlijk het verhaal van medicatie. Ik denk als we kijken vanuit de wet patiëntenrechten, elke patiënt heeft het recht om goed geïnformeerd te worden over zijn behandeling en natuurlijk valt medicatie daar ook onder. Ook over de risico's, ook over de nevenwerkingen en zo verder. Maar op dat stuk ga ik eigenlijk vandaag minder inzoomen, want ik was getriggerd door de titel van de studiedag die het heeft over zorg, continuïteit. En eigenlijk, als we dan nagaan binnen onze achterban, waar zitten de grote problemen voor patiënten, dan zit het vaak net op de schakels van de ene zorg naar de andere zorg, waar fouten gebeuren, waar te weinig afstemming is, waar te weinig coördinatie is en waar vaak ook goed bedoelde zorg toch vaak niet lukt of niet goed afgestemd is met de patiënt. Vandaar dat ik ook graag wil starten met te zeggen dat de patiënt ook niet bestaat. De chronische patiënt bestaat ook niet. En wat zien we? Er zijn heel wat modellen rond chronische zorg, chronic care model en zoveel andere, die hele grote, mooie modellen met heel belangrijke elementen en criteria ook voorstellen. Maar niemand beschrijft in de literatuur hoe ga je daar nu concreet mee aan de slag. Polymedicatie, ik denk dat u het met mij eens bent, als het al gaat over polymedicatie, over verschillende medicaties die hier gecombineerd moeten worden, dat ik dan denk ik dat we automatisch kunnen spreken van integrale zorg. En ik denk, hoop ook dat jullie het met mij eens zijn dat de patiënt meer is dan alleen maar een behandeling of een medicatie op zich. Vandaar dat ik graag de brug wil maken naar een onderzoek dat wij als Vlaams Patiëntenplatform hebben gedaan en waarin ik eigenlijk aan jullie wil graag toelichten dat de patiënt niet bestaat. Maar als de patiënt niet bestaat, hoe grijp je die dan en hoe ga je daar in nieuwe zorgmodellen die we samen moeten ontwikkelen, denk ik ook via de pilootprojecten waar mevrouw Van den Bremt ook naar verwezen heeft, van hoe gaan we daar ook mee aan de slag en hoe kunnen wij daar misschien vanuit het Vlaams Patiëntenplatform ook een aantal handvaten rond aanreiken. We hebben een vragenlijst rondgestuurd naar al onze patiëntenverenigingen op basis van het ICF-model. ICF, waar eigenlijk een internationale klassificatie van functies of van activiteiten van patiënten wordt in kaart gebracht. Het betekent eigenlijk dat je een disease-denken, een diagnose-denken gaat verlaten. Je spreekt niet meer over de hartpatiënt, de MS-patiënt, de epilepsie-patiënt, de diabetes-patiënt. Die bestaat niet. Je gaat eigenlijk kijken wat zijn de functies, wat zijn de activiteiten, wat zijn de mogelijkheden nog die deze patiënt heeft. En we hebben ons in deze vragenlijst dan ook gebaseerd op dat ICF-model. Van kan u zichzelf wassen, kan u zelf naar de winkel gaan, kan u de computer gebruiken. Eigenlijk alle vaardigheden, cognitief, fysiek, proberen een stukje in kaart te brengen. We hebben daar zelf 2 elementen aan toegevoegd die het ICF-model niet gebruikten. Namelijk, doe je dat met veel pijn,
en met veel vermoeidheid. Omdat wij weten uit ervaring dat je misschien inderdaad wel naar de winkel kan gaan, maar dat je de rest van de dag wel doodop op de zetel ligt en dat de kwaliteit van de rest van die dag eigenlijk ondermaats is. Dus dit is de vragenlijst die we daarvoor gebruikt hebben. En dan komen we eigenlijk, als wij onze verenigingen zijn gaan uitzetten, op deze 4 kwadranten met 2 grote assen. En verticaal ziet u dan de as van mentale functies of activiteiten die verminderen bij patiënten. En onderaan die 2 kwadranten gaat het dan over patiënten die een verminderde fysieke activiteit hebben, die het fysiek moeilijker of minder doen. De horizontale as geeft dan aan eigenlijk van links naar rechts een mindere mate van beperking en rechts een zwaardere mate van beperking. En dat betekent eigenlijk dat je patiënten, niet om nieuwe hokjes te gaan creëren, maar om misschien een stukje inzichtelijk te gaan maken, je kan licht mentaal of licht cognitief last hebben. Bijvoorbeeld, je ziet hier Icaros staan. Linksboven Icaros is een vereniging van epilepsiepatiënten. Patiënten die bij de huisarts zijn gepasseerd, die bij de specialist passeren en die eigenlijk thuis zelf aan zelfzorg doen. En als die goed een stukje ondersteund worden, begeleid worden en om de zoveel tijd naar de specialist gaan, eigenlijk thuis hun plan trekken. Vaak zelf ook nog aan het werk zijn. Als we dan opschuiven naar rechtsboven, dan zie je daar bijvoorbeeld Alzheimer staan. Je ziet daar ook de Vlaamse Liga NAH van niet aangeboren hersenletsel staan. Afasie zie je daar ook staan. Mentaal-cognitieve functies. Je herkent vanuit de diagnose van wat daar moeilijker ligt bij die patiënten. En waar waarschijnlijk, naarmate dat je meer opschuift naar rechts, ook meer nood hebt aan mantelzorg, aan ondersteuning, meerdere zorgverleners die hier ook in beeld gaan komen om goede zorg te gaan verlenen. Vaak ook, naarmate dat je meer opschuift naar rechts, dat er ook meer sprake is van meerdere medicatie, van polymedicatie, van meerdere complexere zorg die in beeld komt. Als we dan gaan kijken naar de 2 kwadranten die je dan onderaan vindt, linksonder bijvoorbeeld stoma-patiënten, die ook na hun operatie met de nodige zorg en ook zelfzorg, van hoe verzorg ik zelf die stoma en zo verder, met info vanuit de patiëntenvereniging, eigenlijk verder aan de slag kunnen. Rechtsonder zou je bijvoorbeeld ALS-patiënten in een zwaarder stadium ook kunnen plaatsen. Je ziet dat elk kwadrant rond functies, rond beperkingen, rond activiteiten, andere noden gaat hebben. Zowel op vlak van medicatie, maar ook de manier waarop je uitleg gaat geven over medicatie, maar ook rond afstemming en zo verder. En daar ga ik ook verder op in. We hebben dan op basis van het model van zojuist, hebben wij persona's ontwikkeld. Eigenlijk patiënten die een stukje een beeld kunnen vormen van waar staat die patiënt voor in elk kwadrant? En zo ga ik doorheen mijn lezing het ook hebben over Lieve van kwadrant 1. Ik ga het hebben over Gudrun, ik ga het hebben over Gwen en ik ga het ook hebben over Brecht. En zij komen dadelijk in mijn lezing ook nog terug aan bod. Dus wat wij geprobeerd hebben is, ja, de patiënt, die bestaat niet. Ik hoop dat u er al een stukje in mee bent. En dat wij op basis van het ICF-model een mogelijkse indeling kunnen gaan maken. Niet om nieuwe, strakke, afgeleidende lijntjes te maken, nee. Want een MS-patiënt die start linksboven, maar naarmate dat de ziekte evalueert, gaat die patiënt langzaam opschuiven naar de rechterkant toe. Hetzelfde voor een Parkinson-patiënt, hetzelfde voor een Alzheimer-patiënt. Die komt eigenlijk in ons model op verschillende plaatsen, in verschillende fasen eigenlijk van zijn ziekteproces, op verschillende plaatsen hier ook voor. Dat betekent ook telkens andere zorgverleners, andere omkadering en andere afspraken ook. Het betekent wel dat we een disease, denken, hier misschien ook kunnen verlaten. Want als we kijken tussen de grote chronische zorgmodellen en het case management wat we op dit moment hebben, hebben we in België op dit moment alleen de zorgtrajecten rond nierinsufficiëntie en diabetes. Maar u weet ook, we kunnen niet voor elke diagnose en voor elke ziekte een zorgtraject gaan maken. Plus, die hebben ook de beperking van als je verschillende ziektes hebt, ja, dat je eigenlijk als zorgverlener in de penarie zit en zeker al als patiënt, als je in verschillende trajecten dan zou moeten voorkomen. En dat is ook niet de ambitie van de overheid om, denk ik, om zoveel zorgtrajecten naast elkaar te gaan plaatsen.
Wat denk ik ook leuk is aan onze vier kwadranten, is dat je oudere mensen hier ook kan inzetten. Want misschien een lichte dementie staat linksboven, een zwaardere dementie staat rechtsboven. Maar als je als oudere mentaal eigenlijk cognitief nog heel goed bent, maar fysiek het minder doet, dan kan je die eigenlijk terugvinden in de twee onderste kwadranten. Hetzelfde voor personen met een handicap, wat je het ook kan hebben over een licht mentale handicap, een zware mentale handicap, een licht fysieke handicap, een zware fysieke handicap en natuurlijk dan ook nog de combinatie van. En naarmate dat er meerdere ziektes, diagnoses zijn, schuif je eigenlijk in ons model telkens ook op naar rechts met meer omkadering, met meer complexe zorg. Wat voor ons ook heel erg belangrijk is, is de doelstellingen van de patiënt in kaart brengen voordat we eigenlijk starten met zorg. En doelstellingen, als we dan denken aan medicatie, is het vaak medicatie op tijd nemen, therapietrouw en zo verder. Terwijl wat wij belangrijk vinden, is eigenlijk een stapje terugzetten. En dat is hetgene wat op dit moment in ons medisch model vaak te weinig of niet gebeurt. Wat is belangrijk in het leven van die patiënt? Bijvoorbeeld, ik wil nog zelf voor mijn kleinkinderen kunnen zorgen. Ik wil zelf nog naar de winkel kunnen gaan. Ik vind het belangrijk dat ik 2 of 3 keer per week toch nog een wandeling kan maken. En ik verwijs daar naar die goal-oriented care om dat ook in kaart te gaan brengen. Want als u het heeft over, en ik denk dat Dirk er al naar verwees, van therapietrouw en neemt die patiënt wel zijn medicatie, want anders is die geen partner in de zorg van. Ik formuleer het een beetje straffer. Maar dan heb je zoiets, hoe ga je dan die patiënt op een goede manier informeren, maar hoe ga je die ook op een goede manier motiveren? En als die dan kan zeggen van, ja maar kijk, mevrouw, het is toch belangrijk, hè? Voor u is het belangrijk om die kleinkinderen toch ook nog mee te kunnen verzorgen. Neem dan die medicatie, want die gaat ervoor zorgen dat u dit en dat nog kan. Je gaat vanuit de kwaliteit van leven, die doelstellingen van die patiënt, ga je eigenlijk gaan redeneren als zorgverlener. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat ook mee in kaart te nemen. Ik heb er ook een heel mooi voorbeeld van jongeren met een zeldzame ziekte, met een heel erg duur geneesmiddel, die op vrijdag en zaterdagavond hun medicatie niet namen. Ten eerste natuurlijk voor hun ziekte, niet goed. Ten tweede voor de maatschappij een ongelooflijke kost. Wat bleek dan? Als zij op vrijdagavond of zaterdagavond uitgingen, hadden zij, een van de grote nevenwerkingen van dat geneesmiddel was een slechte adem. En als je als jongere uitgaat en je bent op een fuif, je komt daar je lief tegen of ontmoet daar je eerste lief en er volgt een kus op die avond, dan wil je toch niet dat die kus met een slechte adem is. Natuurlijk, van het moment dat de zorgverleners dat door hadden, zijn ze gaan kijken naar een ander geneesmiddel wat niet die nevenwerking had en wat misschien niet evidence-based het meest ideale was voor de behandeling, maar wat wel zorgde voor een continue behandeling. Vandaar dat ik ook zeg, als uw patiënt niet therapietrouw is, ga eerst eens kijken wat erachter zit. Ga kijken wat is het belangrijk in het leven van die patiënt. Dit nog als informatie over die goal-oriented care. En misschien ook nog om mee te geven, maar ik denk dat u die cijfers ook kent rond multimorbiditeit, dat die toeneemt, dat we het niet meer hebben over de patiënt met 1 ziekte of 1 aandoening, dat polymedicatie ook gewoon een realiteit is geworden voor de meeste patiënten die chronisch ziek zijn. Als ik dan het bruggetje maak, waar mevrouw Van den Bremt ook naar verwezen heeft, naar de chronische, of naar alle modellen die op dit moment door de overheid ook gelanceerd worden, en daar zijn we ook heel erg blij mee, dan heb ik hier eigenlijk kort opgelijst rond chronische zorg, wat er eigenlijk allemaal in de stijger staat. Heel wat goede initiatieven die genomen worden. Er is ook al verwezen naar die 18 componenten van zorg. Maar de vraag is, en de grote uitdaging voor alle pilootprojecten die ook van start gaan in de komende maanden, is van hoe gaan we dat nu concreet invullen? Want weer, de patiënt bestaat niet. En ik denk, als we dan mogelijk kunnen gaan kijken vanuit die verschillende kwadranten, kunnen we eigenlijk per kwadrant gaan kijken wat betekent dat op vlak van empowerment van de patiënt. Want een patiënt met verminderde cognitieve vaardigheden gaat
anders empowered moeten worden dan een patiënt die daar geen last van heeft. Maar een patiënt die minder mobiel is en misschien niet zelf naar de apotheek kan gaan en daar niet zelf de uitleg kan krijgen, daar moet een andere oplossing voor gevonden worden om die ook de juiste info op een juiste manier te gaan geven. Dus dat betekent andere aandachtspunten voor. Ik ben er wel van overtuigd dat de ervaring en de deskundigheid om dat te doen, dat die aanwezig is bij de zorgverleners. Maar ik merk ook dat zorgverleners nood hebben aan kapstokken, aan om te weten wanneer moet ik wel, komen welke andere zorgverleners in beeld, wanneer moet ik andere zorgverleners informeren over mogelijke problemen naar de toekomst toe. En ik denk dat we daar misschien ook, dat ik hoop, ook een beetje een denkkader te kunnen aanbieden om daar eigenlijk ook in te gaan denken. Hetzelfde voor de ondersteuning van mantelzorg. In de twee linkse kwadranten gaat de mantelzorger waarschijnlijk nog weinig in beeld komen. Terwijl als je zowel zwaar cognitief-mentaal last hebt of zwaar fysiek last hebt, ja, dan weet u, die mantelzorger gaat zwaar in beeld komen. En misschien moeten we dan ook wel nadenken over die doelstellingen voor die mantelzorger, om die ook op een goede manier te gaan ondersteunen. Reïntegratie gaat in de twee linkse kwadranten, gaan vermoedelijk mensen nog aan het werk zijn of de mogelijkheid hebben om nog te werken, daar ook naar gaan kijken. Ook kijken naar medicatie. Wat betekent dat om die persoon die toch nog aan het werk is met een chronische ziekte zo lang mogelijk aan het werk te houden? Denk aan een mucopatiënt die 3 keer per dag een uur moet aerosolen. Ja, misschien is het handiger om die een puff voor te schrijven, dat hij dat eigenlijk gemakkelijker kan combineren met nog een leven als professional aan het werk. Een van de schema's die u misschien toch al bent tegengekomen als u aan het lezen was over chronische zorg, is deze risicostratificatie, waarin we eigenlijk patiënten een beetje ook gaan indelen, waarin er eigenlijk wordt gezegd 5%, de top van de piramide, ja, daar is case management voor nodig. Voor een 15% hoogrisicopatiënten moeten we aan disease management doen. Ik denk dat we dat nu doen rond de zorgtrajecten, nierinsufficiëntie en diabetes. En voor 70-80% van de patiënten is eigenlijk zelfzorgondersteuning nodig. En ik denk dat in België daar nog heel wat werk aan de winkel is en dat dat eigenlijk hetgene is wat op dit moment nog het minst of niet georganiseerd is. Ik wil u dat u even kijkt naar deze dia en u die probeert 1/4 slag gedraaid voor te stellen. We gaan die kantelen. Tegenkomen. Ik ga even terug. Het grote luik in het midden van dit schema gaan tegenkomen. En als we dan kijken naar het grote stuk van self-care support, naar zelfsupport, naar zelfzorgondersteuning, dan gaan we in ons schema waarschijnlijk. Dat betekent ook dat je voor elk kwadrant dit ook verder zou kunnen gaan uitwerken. En dat die patiënten ook een stukje een naam krijgen, dat die gevat kunnen worden en dat je daar concrete kapstokken. Nu, wat gaan we dan tegenkomen? Als je meerdere aandoeningen hebt, ja, dan schuif je in het schema ook op naar rechts. Als er geen mantelzorger aanwezig is, wordt de zorg al bijna automatisch complex en gaat er automatisch meer omkadering komen. En als je mensen hebt, patiënten hebt, met lage gezondheidsvaardigheden, dan veronderstellen wij ook dat je in het schema ook automatisch opschuift naar rechts en dat er meer ondersteuning en ook meer zorgverleners gaan nodig zijn. Wat zijn algemeen in het kader van chronische zorg dan ook belangrijke randvoorwaarden? Ja, toegang hebben tot je patiëntendossier. Ik denk het e-healthplan is hier al uitgebreid voorgesteld. Dat is leuk, want dan moet ik het ook zelf niet meer helemaal toelichten. We staan daar ook helemaal achter als Vlaams patiëntenplatform. Voor ons is het heel erg belangrijk. Iedereen praat erover, de patiënt moet mee regie kunnen nemen over zijn zorg, over zijn gezondheidszorg. Wel, dan moet je ook zien dat die patiënt inzage heeft in zijn dossier, ten eerste. Maar ten tweede, dat die patiënt ook aanvullingen kan doen. Want de mensen die ik juist beschreven heb, ja, de meeste daarvan zijn thuis,
Die zien misschien om de 3 maanden een zorgverlener, een specialist. En dan is het belangrijk dat de patiënt die waardevolle informatie die die zelf ook heeft, of die de mantelzorg ook heeft, dat je die zelf ook kan toevoegen. Hetzelfde voor je telemonitoringresultaten die je ook zelf toevoegt. Hetzelfde voor je pijndagboek dat je bijhoudt. Hetzelfde voor je dagboek als misschien patiënt geestelijke gezondheid. Hoe gaat het met jou? Dat je die informatie ook bijhoudt. En eigenlijk is dat een ontzettende schat van informatie voor zorgverleners om eigenlijk ook goede zorg te kunnen geven. We zouden ook graag als Vlaams Patiëntenplatform een project uitwerken waarin we die doelstellingen van de patiënt ook door patiënten zelf een stuk in kaart kunnen laten brengen en die we ook in dat personal health record ook kunnen laten opnemen, zodat zorgverleners daar telkens ook naar kunnen verwijzen. En overleg, afstemming en communicatie is natuurlijk ook nodig en we hopen ook dat dat via e-health ook een stukje nodig en we hopen ook dat dat via e-health ook een stukje gemakkelijk wordt met de personen zelf. Lieve. Linksonder zit. Zij heeft pulmonale hypertensie en is al We hebben hier Gudrun, die ook Parkinson heeft, nog maar 52 jaar is. Die het ontzettend moeilijk heeft met de diagnose. Haar gezin ook, haar partner, eigenlijk de eerste mantelzorger, die eigenlijk de ziekte wat probeert te ontkennen en probeert te negeren. Die haar werk heeft moeten opzeggen en waar zorg steeds een stukje zwaarder wordt. Zij zit rechtsboven. En dan hebben we nog Brecht, die een spierziekte heeft, die nog aan het werk is in de groendienst, maar waar eigenlijk de spieractiviteit van zijn handen, van zijn lichaam, stilaan afneemt. En ook daar zie je dat daar ook veel meer zorg en afstemming gaat nodig zijn tussen verschillende zorgverleners. Brecht gaat heel erg graag naar festivals, heeft ook met de motor gereden, maar kan eigenlijk zijn stuur nog heel moeilijk bewegen. Dus ook daar naar mobiliteit toe, naar de toekomst toe, zijn daar ook belangrijke vraagstukken. Maar ja, wat ik belangrijk vind naar doelstellingen toe, is dat je telkens gaat kijken wat is belangrijk in het leven van die patiënt en hoe kan je daar eigenlijk ook goed naar gaan ondersteunen, ook op vlak van medicatie. Je zet eerst de patiënt centraal en gaat dan kijken hoe breng ik het medicatieverhaal in onder. Doelstellingen van de patiënt en medicatie. Afhankelijk van de doelstellingen van de patiënt dan natuurlijk medicatie gaan inzetten. Ik denk ook naarmate dat je opschuift rechts in het schema en het er sprake is van polymedicatie gaan kijken. Hoeveel medicamenten gaan we hier inzetten en hoeveel verschillende soorten innames van medicatie gaan we hier inzetten. En is dit belangrijk voor die doelstellingen die de patiënt zelf nog heeft op vlak van kwaliteit van leven. Rond patiëntveiligheid zien we dat naarmate dat je meer naar rechts opschuift in het schema, dat er verschillende soorten van zorg ook met elkaar in interactie gaan komen. Van woonzorg naar ziekenhuis, terug naar woonzorgcentrum, thuis, ziekenhuis, thuis. En we zien ook dat er heel wat knelpunten ook ontstaan op het moment dat je van de ene sector van het ene lijntje naar het andere doorschuift. Het probleem van originele geneesmiddelen die zijn voorgeschreven, maar ook nog generieken die zijn voorgeschreven, die dan samen op één medicatielijst staan. En de weinige afstemming die er is tussen de verschillende lijnen. En ik hoop ook dat e-health met het medicatieschema daar ook een stuk een overzicht in kan geven en ook in kan helpen. Patiëntenvoorlichting heb ik al aangehaald. Hoe informeer je die patiënt gaat afhangen van wat de vaardigheden, de mogelijkheden zijn van
die patiënt of er nog een man. Patiëntenverenigingen spelen ook een heel erg belangrijke rol in het ondersteunen van patiënten. En wat zien we? Mensen die lid zijn van een patiëntenvereniging, die gaan veel vlugger symptomen herkennen, zijn ook meer therapietrouw en weten ook van, is het nu gewoon een lastige nevenwerking of is het iets waarvoor ik naar de huisarts of naar mijn specialist moet stappen. En dat is wel heel erg belangrijk. Ook om te gaan, het plaatsen van de ziekte, terug zin te krijgen, terug nieuwe doelen in het leven te hebben, is ook iets wat je hoort van lotgenoten. Want hoe zet je je leven verder met die stoma als je dan hoort van een lotgenoot dat dat perfect kan en hoe je daarmee gaat zwemmen, wat dat betekent voor je relatie, is wel ontzettend belangrijk om die informele zorg ook te laten aansluiten op de formele zorg. Belang van het Personal Health Record heb ik juist denk ik al een stukje toegelicht van wat daar belangrijk rond is en wat de patiënt daar zelf ook rond kan doen en rond verlener ook rond kan informeren. En wat ik dan belangrijk vind om jullie te laten meenemen, is dat de chronische patiënt niet bestaat, dat polymedicatie altijd een onderdeel moet zijn van integrale zorg, dat de patiënt meer is dan zijn medicatieschema alleen. En als jullie op zoek zijn naar een patiëntenvereniging in Vlaanderen, dat u die kan terugvinden op www.zelfhulp.be. Dank u wel.